Student Short is een kort filmprogramma van 10 korte filmpjes gemaakt door studenten van filmacademies in Latijns-Amerika. Ik vind het belangrijk om een podium te bieden aan Latijns-Amerikaanse filmmakers. Eigenlijk de filmacademies, daar zitten de studenten op die de nieuwe generatie filmmakers worden. Sinds vorig jaar hebben we daarom dit programma in het leven geroepen, omdat... om een kijkje te geven in het nieuwe aanstormend talent van Latijns-Amerika wat betreft filmmaken. Nou, ik heb inmiddels contact met veel Latijns-Amerikaanse filmacademies. En wij hebben hun gevraagd om hun beste film op te sturen. Dus in plaats van dat wij 1000 films voor hun kijken en daar zelf de beste uit kiezen, hebben we hun gevraagd om hun beste film op te sturen. En uit die instelling hebben wij onze 10 beste films gekozen. 10 korte filmpjes vanavond? Ja. Nou, ze worden vertoond binnen voor de hoofdfilms als cadeautje voor het publiek. En op zaterdag nu in de buitenlucht met Solar Cinema doen we ze allemaal bij elkaar als kort filmprogramma. Het is gewoon zo in het open lucht dat gewoon kan. Het is wel... bijzonder. Dat verwacht je eigenlijk helemaal niet. Je loopt gewoon zo door Utrecht en dan zie je opeens een scherm, terwijl het ook gewoon een café is. Ja, het is best wel koud, maar toch zit iedereen gezellig druk op elkaar.